Eddie. Eddie! Eddie! Wat nu weer? De Eddie, zeg! Ja, wat is het? Wat een toeval dat wij elkaar hier tegenkomen. Mark. Het is Marcel. Marcel dan? Dat is mijn huis. En dat is uw huis. Zo'n groot toeval is dat dus niet, hè? Ja, maar toch. Dat is toch het lot dat ons bij elkaar wil brengen, denk ik. Denkt je dat ook niet, Eddie? Nee. En wat zijn we toen vandaag, Eddie? Ik ben de vogeltjesdans aan het doen. Ah, ik dacht dat je aan het wandelen waard. Heb je mijn nieuwe zonnepanelen al nou gezien? Had jij hiervoor dan ook al zonnepanelen? Nee. Dit is de eerste keer dat ik die heb. Waarom zeg je dan nieuwe zonnepanelen? Ja, gewoon, omdat... Omdat? Eh... Uh... En, wat vind je ervan? Blauw. Eh, uh, ja, dat klopt. Maar Eddie, die zonnepanelen, dat heeft alleen maar voordelen. Je kunt uw eigen elektriciteit opwekken, dus uw rekening gaat naar beneden, uw woningswaarde stijgt, je krijgt subsidies... Er is weinig onderhoud aan nodig. Maar wat als de zon niet schijnt? Ja, maar de zon schijnt overdag praktisch altijd, hè, Eddy? Zelfs als het wat bewolkt is, vangen die zonnepanelen zonlicht op. Maar wat als de zon nu niet meer schijnt? Maar Eddie, dat kan niet. Dat is geen antwoord op mijn vraag, hè, Mark? Marcel, dat is geen antwoord op mijn vraag, hè, Marcel? Eddie, ik zeg u dat de zon altijd schijnt. Behalve als het nacht is, want dan staan ze aan de andere kant van de planeet. Marcel, stel nu dat de zon niet meer zal schijnen overdag. Wat dan? Dan, eh, uh, dan zullen mijn zonnepanelen nutteloos zijn en ben ik veel geld kwijt. Waarom vraagt je dat? Gewoon, zomaar. Zeg, meneer de zon. Ja, wat is er? Bol het maar af. Wij hebben u niet meer nodig. Walblieft? Je hebt mij wel gehoord. Maak dat je wegkomt. Niemand wil u. Als het zo zit. Nog een prettige dag verder, hè, Marcel? Maar. Maar. Alleen.